Like even deze video in 3 seconden tijd. Anders is er een grote kans dat ik achterna word gezet door gorilla. Dat wil ik niet hebben. Dus mensen, 3, 2, 1. Oké, mensen, laten we gaan beginnen met deze video. Want elke like is namelijk 1 geluk voor jou. Oftewel, als je deze video like, ben je gewoon gelukkig. Maar goed, mensen, wij gaan dus vandaag spelen 100 years. En yes, ik ben heel benieuwd wat voor game precies het is. Dus ja, laten we proberen even als jongen gaan te hitten. Oké, dit is niet genoeg, maar oké. En oké, perfect. Let's go. Oké, en dan kunnen we kiezen of we een jongen worden. Ja, dat weet ik wel. Maar wat voor jongen zijn wij? Ik ben kijk, een beetje donker haar. Dus ik denk deze jongen. Ik denk dat het wel best is. Dus laten we voor deze jongen gaan. En oh, we zijn nog een baby. Let's go. Oké, mijn naam is Delano. Ik denk dat iedereen dat ondertussen wel weet. Maar ik doe gewoon Deli. Dat is leuker. Laat onze baby gewoon Deli noemen. Ja, wie noemt zijn kind nou Deli? Ik bedoel, I don't know. Maar goed, we gaan dus beginnen met het eerste level. En laten we gaan spelen. We gaan kijken hoe oud we kunnen worden. Dus ja, het is gewoon in één spel even heel oud worden. En oh, we zijn nog een babytje. En wat voor kind zijn we nou eigenlijk? Zijn we mama's kindje of zijn we papa's kindje? Oké, laten we even gaan kijken. En in deze video mogen we alleen maar gekke en foute keuzes maken trouwens. Dus iedereen dat het weet, in deze video mogen we alleen maar foute keuzes maken. Alright, maar we zijn in ieder geval een moeders kindje. Dus laten we even naar mama gaan kruipen. Oh, wat leuk. Mama, ik kom naar jou toe. Jawel. Oh, we zijn dus bij mama en... Oké. Interessant. Dit mag ik dus niet laten zien van YouTube. Maar, ja. Ik wil zelf maar. Dan weet je waar ik het over heb. Goed, we gaan dus door naar level 2. Want we zijn alweer een stuk ouder geworden. Ja, we zijn 2 jaar nu. Oké. En wat is de volgende opdracht? Oké, dan. We moeten dus uitkijken voor strandballen en rijden de auto's. Oké. Sinds wanneer rijden ze uit zichzelf? Ja, het kan tegenwoordig met deze technologie. Maar goed, daar gaat het even niet om. Wij komen dus aan bij Moeken en... Oh, jawel. We hebben dit gewoon gehaald. Boom. Door naar level 3. En we zijn een stuk groter geworden. Ja, dat gebeurt als je een jaartje oud wordt. Maar goed, we kunnen al kruipen, maar niet alleen dat. En dan gaan we ontstoten. We kunnen voor een paar dingen kiezen. Voor de vaas of voor de ridder. Ridder is voor mij. De vaas niet voor mij. Laten we dat kapot gooien. Zo, dus bij deze. En? Wat gebeurt er? Oei. Boom. Oh, papa is niet zo heel blij. Oeh, sorry papa. Ik denk toch maar weten we de ridder om kunnen gooien. Ik denk dat dat het beste is. Dus laten we even gaan doen. Oh, en we gaan er even lekker mee schudden ook. Ja hoor, en papa komt binnen. En wat zegt papa hiervan? Papa is niet zo blij. Hij gaat kwaad worden. Oké, wat gaat hij doen? Nee! Hij ziet zo leven voorbij verbranden. Oh, hij is woedend. Hij is echt woest gewoon, hè. Allee. In ieder geval, we hebben hem wel gehaald. Oké. En we gaan een ster pakken, want dat betekent maar één ding. Dat we een leveltje groter worden. Dus kijk eens, wij evolueren. We zijn net een Pokémon. Hallo. We zijn van Charmander naar Charmeleon gegaan. Bam. Look at this. Level 5. Het is lunchtijd, maar niet zomaar lunchtijd. Ja, we moeten dus weer een keuze gaan maken. En ik zie een hele knappe dame achter me zitten. Ik weet niet of we daar iets mee moeten doen, maar... De keuze die we moeten maken is om alleen te eten of dat we haar moeten uitnodigen voor een lunch. Ik denk dat het wel gezellig is om haar uit te nodigen voor een lunch. Toch? Nee, we gaan alleen eten. Ik ben gewoon een hele saaie motherfucker. En daar is mijn brood. Oké, dat is heel confronterend. Jij zit al lekker alleen te lunchen. En die meiden komt lekker bij die andere gasten aanschuiven. Heel confronterend dit. Maar goed, dan heb je weer 2 keuzes. En wij gaan dus voor de lonely kant. Dus ja, voor de lonely pad. Oké, we zijn dus level 6. Mama is boos. Wat zegt mama tegen... Ah, nee, mama. Allee, kun je het niet zelf doen? Natuurlijk, je moet werken, hè. Nou, dan ga ik wel even boenen voor jou. Alsjeblieft, mami. Kijk eens hoe de wc geboend wordt. Maar niet verder dan 80%, hoor. Zo ben ik ook weer niet. Even de achterkant gooien. Prima boenen. Jawel. Oké, de onderkant. Ja, heel gezellig. Oké, bij 80% niet meer. Mama, alsjeblieft. De wc is nog steeds helemaal schoon, maar dit is jouw wc nu. En we krijgen een diamantje erbij. Yes, let's go. Level 7. Oftewel, ze 7 jaar geworden. En we zitten dus bij een camper. En wat voor keuze kunnen we hier maken? Oh, we zien dus namelijk vishengels staan. En we zien dus namelijk jochies zitten. Oké, interessant. We kunnen wel joinen, alleen we hebben niet genoeg gems. Dus we moeten wel vissen. Ik weet niet of dat de juiste keuze was, maar... Ja, we mogen alleen maar foute keuzes maken, dus ja. Het is wel lekker aan het vissen. Zij komt een visje op af of niet? Die gasten zijn dus lekker aan het spelen in het zwembad. En met strandbaan spelen. Oh, dat is echt heel confronterend. Maar ja, we kunnen niet joinen. Komt er een vis? Straks komt er een of ander zeemonster uit of zo. Weet je het? You never know. En ja, toch in ieder geval iets. Kijk maar eens gelukkig zijn. Gelukkig. Level 8. En wat gaan we dus bij level 8 moeten doen? Eens even kijken. Moet dus iedereen gaan tikken. Ticketje. Let's go. Hey meidje, jij bent wel dichtbij. Hey, ren dus niet weg. Blijf stilstaan. Kijk, jij bent de eerste die getikt is. Lekker voor je. Nummertje 2. Had je niet aan zien komen, hè? Hey meid, ga je nou wegrennen of wat? Oh my god. Oké, 3. Nog eentje. En 4. Oké, we hebben ze hier allemaal getikt. Lekker, man. En we gaan dus nou door naar level 9. We zijn dus 9 jaar geworden. Oké, ik denk dat het misschien realistisch is. En oh, het is Halloween tijd. Welke keuze gaan we maken? Natuurlijk kunnen we kiezen voor een banaan te gaan. Dat is wel iets gezonder. We gaan voor clown. Hallo, ik ben Pennywise. Nee, 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 nee. En we komen dus naar buiten en we zien onze andere clownvriendjes. Oeh, wat leuk en gezellig. We besloten dus lekker te gaan lopen op de Amerikaanse straat. Ja, we wonen dus in Amerika zo te zien. En hey, daar is Batman. Wat gaat Batman doen dan, hè? Wat gaat Batman doen? Ouch. Dat had ik beter niet kunnen doen. Batman was boos. Wat een grote bink ook, jongen. Goed, ik denk dat het beter is om van onze banaan te gaan spelen. En daar komen dus aan een aardbei en nog iemand aan. Aardbei en supervrouw of superwoman eigenlijk. Dit is geen superman, het is geen man, hè. Hallo. Dan gaan we dan als een strawberry, een banana en een superwoman de straat op. Dit ziet er toch totaal belachelijk uit met Halloween. Goed, wij gaan voor een nice house kiezen. Waarom? Ja, ik weet ook niet. Ik denk dat het een foute keuze is. Mensen vinden dat niet leuk. Oké, daar is een vrouw. Ah, mag ik alsjeblieft wat? Please. Wat ben jij brutaal, zeg?
Kreng. We gaan voor een spooky house of een scary house. Ik denk eerder... Ja, het is allebei een beetje hetzelfde, toch? Ik denk een eng huis, man. Dan vind ik wel iets meer vibe hebben. Spooky, scary, skeleton. Oh, daar is een eng huis. Oh my god, wat gaat er gebeuren? Maar goed, het is alleen maar een eng huis, hè? En? Hey, krijgen we snoep? Ja, we krijgen snoep. Dankjewel voor de snoepjes. Daar had ik eigenlijk wel zin in. Vervolgens zijn we 10 jaar geworden. Oftewel, zijn niet meer de 9 jaar gehaald. Nee, we zijn 10. En we moeten ons kind leren zwemmen. Maar zijn we watjes of niet? Oké, we zijn watjes. We gaan niet. We hebben gewoon genoeg gehad van die les. Oké, we maken alleen maar foute keuzes vandaag. Normaal is het een goede keuze als je gaat trainen en. Wat? Overdrijven is ook een vak. Goed, hij heeft dat te verdrinken. Al is bij deze maar één keuze de juiste. We blijven gewoon lekker trainen. En 1 uur later kunnen we dan eindelijk zwemmen. Jawel, we kunnen dus zelfstandig zwemmen. Wat tof! En we gaan dus naar de overkant zwemmen. We hebben het gewoon gehaald, jongens. Vervolgens zijn we een jaartje ouder geworden. 11. Papa heeft me weer nodig hoor, want papa moet werken en ik heb weekend. Ik dacht even een vrije dag te hebben, dan moet ik de auto's gaan wassen ook. Wat saai dit. Weet je, we gaan even hier snel doorheen. Oké, bijna schoon. Let's go. Oké, de andere kant even doen. Auto's wassen, jongen. Echt, hoe kun je auto's er zo uitzien? Ik weet niet hoe je dat van elkaar hebt gekregen, maar er gaat wel iets vreselijks mis. Oké, die is ook weer helemaal goed. En we gaan even gewoon lekker snel doorheen. Hoppakee. Nou, deze auto is ook weer bijna school. Helemaal top. Of school, school, wat? Nee, we gaan niet naar school toe. Het is bijna schoon. Alright, en bam. De auto is spik en span schoon. Kijk eens aan. We zijn een beast, jongen. Oké, volgende level, level 12. En we komen dus aan bij de kerk. Oh my god. Oké, gaan we een beetje edgy zijn of niet? World Peace? Nee, God doesn't exit. Oeh, we gaan even echt een foute keuze maken dit keer. Het is echt een hele foute keuze. Misschien had ik deze beter niet kunnen maken. Maar goed, God is boos geworden blijkbaar. Beter niet kunnen zeggen. En dat betekent maar 1 ding, lekker wegrennen jongen. Even serieus. Dat hadden we beter niet moeten zeggen. We hebben het in ieder geval gehaald, soort van. Dus ja, we gaan door naar level 13. En we worden weer een stukje groter. Let op, we gaan weer evalueren. We worden een Charizard. 3, 2, 1. En we zijn Charizard geworden. Toch niet. Nee, we zijn nog een kind. Oké, we komen dus aan op school. En jawel, de middelbare school. We zitten allemaal mensen gezellig tegen elkaar. En dan kom ik een beetje lonely aan. Want ik ben natuurlijk lonely aangezet natuurlijk, hè. En wat gebeurt er dan? Deze idioot wil me laten struikelen. Goed, laten we verstandig wezen, jongens. Oké, we zijn verstandig en slim. We moeten gewoon doorlopen. We moeten gewoon doorlopen. We gaan vechten. Kom. Kom dan, jongen. Ik sla je helemaal mekaar, vriend. Bam. Kijk dan, hè. Zo, let's go. Hè, wat denk je dan wel niet, hè? Achterlijk, gek dat je bent. Oké, we gaan heel hard slaan. Oké, 3, 2, 1, go. Boom. Daar lig je dan, hè. 1 keer knocky knocky. Niet meer pesten, jongen. Dat betekent dat jij nu de loser bent en ik ben de gast. Oké, dat betekent maar 1 ding. Iedereen zit er zo bij en ik ga met jouw chick naar huis. Lekker voor je, maat. Oké, en we zijn dus naar het 14e level gegaan. En wat gaan we hier moeten meemaken? Oké, reach your girl. Ja, inderdaad. Die girl hebben we namelijk veroverd sinds wij gewoon iets goeds hebben gedaan. Dat betekent maar 1 ding. We zijn gewoon een macho man, joh. Oeh, hallo. Ga eens even aan de kant, jongen. Wat doen jullie allemaal gewoon achterlijk gek in de gangen? Zit. Oké, for real. Wie zit er nou zo te rennen op de schoolgang? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, we hebben onze girl bereikt. Oh, en die is helemaal verlegen. En daar kom ik dan. Hey, blijven staan, jij schat. Lekker kussen me daar. Great. En ook hier kun je geen foute keuzes maken. Dus dat is helemaal top. Oké, we gaan dus even lekker slapen. En we worden wakker. En dan. We just woke up. Ja, we moeten naar school gaan. Laten we braaf zijn. Natuurlijk niet. We gaan gewoon school skippen, broer. Oké, dat is normaal echt de hele foute keuze. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan dus kiezen om vervolgens weg te gaan met onze vriendengroep. Hey boys and girls. We hebben lekker geskipt. Nu ben ik de grote man. Laten we lekker naar de bossen gaan. Oftewel, walk in the woods. En het weer is prachtig. Terwijl je gewoon een paar mooie wolken ziet. Oké, die hebben we in ieder geval geslaagd. En we gaan dus level 16 worden. En we krijgen weer een gem erbij. Toppie. Oké. En wat gaat hier gebeuren? We zijn dus bij het water aangekomen. En er zit blijkbaar een of andere zeemonster in. Of het is een berg. Ik weet niet wat het is, maar... Oké, wat? Die springt gewoon van de berg af. Are you kidding me? Oké, de andere twee gaan er ook vanaf. En wij twee, wat gaan wij doen? Jump. Maar er komt 5 gems. En ik heb geen 5 gems. We gaan niet springen. Ik ga gewoon lekker saai en lonely zijn. Ga jij maar lekker, schat. Oh my god. Die vinden me waarschijnlijk nu heel saai als ik niet mee ga springen. Maar goed, ja, hun hebben in ieder geval een dag van hun leven, denk ik. Ik weet niet wie er van een rots zal springen, maar oké, blijkbaar wel dus. Goed, level 17. Oftewel zijn 7 jaar. En we zitten dus op Discord. En mijn vriendin is erbij. Wat gaan wij doen? We zijn dus lekker aan het gamen. En wat doet zij? Zij wil aandacht. En ik geef haar aandacht niet eens. Ik bedoel, wij zijn gewoon lekker aan het gamen. Laat me even lekker discorden met mijn Mattis. Hey schat, wat doe je nou? Ik was een YouTube-video aan het uploaden. Gooi mijn stekker eruit. Weet je wat? Ik ga even nog nu de hele dag negeren. Ik hoef geen contact meer met jouw mens. Oh, ik ga gewoon lekker verder. En zij is kwaad. Ja, sorry, ik ga geen hulp geven. Wat denk je zelf? Hey, trek mijn stekkers eruit. Jij denkt dat ik ineens aandacht ga geven? Dacht het niet. En we worden weer een jaartje ouder. En we worden ineens een Moltres. Van Cherry zei dat Moltres. Hey, dat is heel knap, hè? En nu zijn we echt een grote bink. En nu moeten we keuzes gaan maken, mensen. De volgende video mogen jullie beslissen welke meid ik moet kiezen. Voor mij zijn er iets van 6 meiden. Jullie kunnen gewoon zeggen van 1 tot 6 of zo. Voor mij, oké, er is ook een man bij. Maar goed, jullie mogen zo meteen ook in de comments beslissen welke meid moet ik hiervoor voortaan kiezen. Want voor mij zijn er een paar meiden hier. En we zitten dus op Tinder. En oké. Nou meid, ik vind jou iets te bloot. Dus ik ga niet voor Michelle 22. Nee, sorry meid. Ik hoef jou niet. Oké, Alice 19. En hey, wat is dat voor knapperd? Oh, ho, ho, ho. Sakura, 18 jaar. Nou, je bent veroverd voor mij, meid. Zo, 2 jaar verschil. Hartstikke gezond. We gaan dus voor Sakura, jongens. Oké, wat gaat er gebeuren nu met de gorilla samen? Ben. We hebben wel voorrang, denk ik, op heel veel dingen. Oké, dus ik besluit om met mijn baby even lekker langs de stad te lopen. En
Hé, hey, we kunnen wel overal in zonder te betalen. Het leven is ineens gratis geworden. Kirillen achter het stuur. Lachen van al die mensen schrikken zich te lavelos. We zijn aan het dansen. En iedereen is er. Dat betekent één ding. Dat het de hele game al van onszelf is. En ja, oké, de aap heeft een beetje honger gekregen, denk ik. Weet niet wat. Maar ik moet nou een keuze gaan maken. Ik wil toch wel een mooie trouwring voor die aap halen. Want ik wil gaan trouwen met deze gorilla. Hé, hey, kijk eens wat ik voor je heb. Ik heb een mooie ring. En wat? Hoezo ben je die... Oh! Hoezo ben je niet blij met een ring? Nou, moet opnieuw maar gaan beginnen. Ik denk dat deze aap toch gaat bananen eten. Of een gorilla. Mensen, is het een aap of gorilla? Laat even achter in de comments. Want ja, dat is. En deze aap krijgt van mij dus namelijk een banaantje. Jawel, alsjeblieft. Oké, en we zijn dus level 23 geworden. En dat betekent maar één ding. Gaan wij nou echt naar de levensstandaard van de aap luisteren of niet? Of gaat die aap vreemd? Ik zou het niet weten. Serieus, we hebben gewoon heel de tijd de aap gevolgd naar zijn habitat. Oh my god. Ik heb niet eens iets voor het zeggen van, hé, hey, ik wil graag in mijn eigen stad wonen. Die aap zegt iets van, nee, bitch, je gaat gewoon lekker mee naar mijn eigen eiland toe. En kijk, ze zijn aan het genieten van de zon. En kijk, ons verliefd zijn. We zijn smoorverliefd. En die aap, oh, wat schattig dit. Hoe schattig is deze? Kijk dan, die aap heeft wel weer honger gekregen. Ik denk dat de aap even kokosnoten houdt. Dus laat even een kokosnootje pakken voor hem, denk ik. Yes, laten we het even gaan doen. Bam. Kijk eens, aap. Hier heb je een kokosnoot. Oké. Zie maar, ik ben zo machteloos tegenover deze aap, weet je wel. Oké, dus niet heel snel tevreden. Ik krijg gewoon een klap van hem. Ik denk dat we opnieuw een keuze moeten maken. En ik denk toch dat hij meer van vis houdt. Dus laten we even een visje gaan halen voor deze aap hier. Kijk eens aan. Ik heb een mooie vis van jou gehaald. Oh, gorillaatje. En kijk eens. Geniet er maar van. Maak je buikje maar vol. Kijk eens aan blij zijn. Hij is hartstikke blij met deze, deze voedselkeuze van mij. Maar goed, we zijn dus level 25 geworden. En dat betekent maar één ding. Gaan we dan eindelijk trouwen met deze gorilla? Ik wil toch een keer getrouwd zijn met hem of het. Of nee, het is haar. Het is geen hem. En kijk eens. We hebben gewoon een bruiloft. Wow. Wat cool met allemaal dieren en weet ik wat allemaal. Cool, man. De olifant is blij voor ons. En wij gaan dus trouwen. Ja hoor. En kijk, ons is blij zijn. We zijn dus lang en gelukkig. Maar uiteindelijk zijn we ook gestorven. Want ja, dat is. We zijn 25 jaar geworden. De netwoord is 0 dollar. We hebben geen carrière. We zijn wel een beetje sterk geworden. En we waren half gelukkig. Nou ja, blijkbaar heeft deze gorilla ons toch een beetje gelukkig gemaakt. Voor de helft. Maar mensen, als jullie willen ik een andere keuze gaan maken, moet je even deze video liken. Want dan ga ik nog zo vaker zo'n video maken. Abonneer zeker op dit kanaal met een notificatiebelletje aan. Dan zie ik je later terug bij een gloednieuwe video, mensen. 2000 likes. Adios.